ik Michiel. Thomas. Stefan. En dit keer hebben jullie bepaald dat we de Volendam ravage moeten doen in Volendam. De Volendam ravage. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar gelegd voor de kijkers thuis nog één keer uit. Wat fijn. We hebben hier een lijst met opdrachten. Elke opdracht zit x aantal punten waar. Degene die na een uur terugkomt met de meeste punten, die wint. En de verliezer die krijgt een... Streepje. Hier weer een lijst met opdrachten, jongens. Bedankt. Ik wens jullie heel veel succes. Bedankt. Wie telt eraf? Ik tel wel af. Tellertje komt in beeld. 3, 2, 1. Later! Gaat de foto met drie plaatsnaamborden die eindigen op Dam. Edam, Volendam, Monnikendam. Daar moet ik nu naartoe. Ik denk dat Giel en Toon ook sowieso eerst die andere plaatsnamen gaan doen. En daarna komen we weer Volendam in. Ik denk dat Stefan hetzelfde gaat doen. Ik zie hem ook deze kant op rijden. En als ik ondertussen nog een schaap zie in de weilanden, dan pak ik die ook meteen mee. Want dat is ook een opdracht. Ik voel gewoon als ik al begin aan een opdracht dat ik ga verliezen. Kijk, hier staan schapen. Schapen, jij gaat mij 10 punten opleveren, vriend. Hey, staan erop. Lekker bezig, guys. 10 punten in de pocket. Oh, kijk, hier is het bordje. Daarmee moet ik op de foto. Een fotootje. Top. En door. Hey, Thomas. Hey. Kijk eens, helemaal top. Je staat erop. Op naar de volgende. Ja, daar staat een bord. Daar staat een bord. Oh, die moet ik hebben. Ja. Daar zijn we dan. Welkom in Monnikendam. Het enige mooie plekje dat ook eindigt met dam. Foto maken. Fucking Thomas zit er achter mij, ouwe. Hij doet gewoon precies hetzelfde als ik nu. Welkom in Monnikendam. We gaan naar Volendam en ik heb wat schapen gezien. Kunnen we ook nog even mee op de foto? Vuile rat! Vuile rat! Even een fotootje. Fotootje. Met Monnikendam. Hey Stefan, hey fotootje. Fucking lul. Oké, let's go. Ik zie schapen. Ik moet ermee op de foto. Mag ik even een foto maken, pik? Is dat een ja? Onderweg hier naartoe kwamen een aantal schapen tegen. Dus die gaan we nu ook even op de foto zetten. Daarna rijden we door naar Edam. Dan heb ik drie plaatsen, heb ik die ook punt in de pocket. Dan zijn we best lekker op weg. Foto met de schaap, vinkje, de eerste puntjes zijn binnen. Ik moet nog met Volendam namelijk op de foto. Die voor je. Fucking Tim, hij doet precies hetzelfde als ik! Fuck! Kijk, is dat een mooie schaap hier. Godsamme! Fucking hell, what the fuck? We doen allemaal hetzelfde! Hoe groot is die kans? Ik moet zorgen dat ik fucking snel naar Edam ga. Dan ga ik snel naar Volendam. Maak die foto's. Ik loop wel voor, snap je? Ik rijd nu al deze kant op. Nee, blijf hier. Ja. Ik heb hem. Helemaal top. En we kunnen weer door. Op naar Edam. Oké, Stefan heeft dus exact dezelfde opdracht gedaan. Dat is wel vervelend. Dus dat betekent dat wij redelijk nu op hetzelfde schema liggen. Dit is zo fucking kut. Ik stap gewoon midden op de weg, hè, maat. Het gevaar van eigen leven. Even snel een foto van Edam maken. Huppatee, en door. Twee heb ik er. Nog één te gaan. Zo, we gaan weer op de foto. Ah! Ik heb zojuist 50 punten verdiend. Tjong, tjong, tjong. Oké, we zijn er. Hier, fuck, Toon staat er ook al. Fucking hell. Oké, ik lig nog steeds een stukje voor op Toon. Fotootje, komt-ie. En we zouden maar liefst 20 punten als ik het voetbalveld van FC Volendam weet te betreden. Het is niet heel makkelijk lijkt me, maar het is wel te doen. Dus, de opdracht is spring in het zwembad, de waterdam. Nou, dat is dit zwembad. Dus nu alleen maar springen en dan hebben we weer 20 punten in de pocket. Ik ga even binnen vragen voordat ik een hek over ga klimmen. Hoi. Jij kunt me helpen toch? Ik kan jou wel even helpen, ja. Ja, top. Krijg ik 20 punten. Lekker. Ja. Lekker pik. Goeiedag. Ik wil eigenlijk even in het water springen als ik kan. Spuitenbad dan, hè? Ja, is ook goed. Ja, ik zou zeggen. Ja, ja. Daar gaan we dan. Ja! Yes! Hey jongens, dit zijn 20 punten. Hallo? Nou, ik moet in ieder geval geen voetballer worden, want ik nu kapot. Regelen gaat het ijsje. Let's go. Hallo. Ik heb echt de meest asociale vraag ooit.
Mag ik alsjeblieft gratis ijs? Ja, echt zo'n beetje is genoeg. Hoeft het helemaal geen luxe dingen te zijn, maar dan heb ik in ieder geval punten. Maat, je bent ongelofelijke topper. Dankjewel, hè. Fijne dag nog. Oh, ik ga zo lekker, jongen. Ik ga zo lekker. Dus, we gaan weer even door. Ik heb nog genoeg opdrachten te doen. Op naar het centrum. Thomas, hoe is het bij jou? Nou, voor 20 punten gaan we. Doei! In de pocket, we kunnen weer verder. Mevrouw, hoe kom ik het snelste bij het stadion? Dan bent u helemaal verkeerd. Oké, nou dan ga ik even zoeken, dankjewel. Op naar het Markt, we gaan weer lekker stukje zwemmen. Ik hou van zwemmen, weet je. Ik ben gek op zwemmen. Helemaal verkeerd gereden, jongen. Maar ja, als ik niet verkeerd was gereden, had ik niet een gratis ijs gehad. Dus dat is op zich chill, maar ik heb nu wel tijd verloren, denk ik. Het is een gratis visje. Ah. Nou, je bent een topper, dankjewel. Alsjeblieft, smakelijk. Betreed het voetbalveld van het stadion van FC Volendam. Nou, dit is hier toch? Is het zo makkelijk? 20 punten in de pocket. En ik had nog gebeld. Maar dat is niet nodig, want je loopt er gewoon op. Dus dat is wel slecht nieuws, want dat betekent dat Giel en Toon dit ook sowieso gaan doen. Maar goed, laten we doorgaan. Ik heb hem. Nou, doe ik de schoentjes maar weer uit en dan gaan we een lekker stukje zwemmen. Niet onder mijn rokje kijken, hè? Hé, hey, mag niet, hè? Kijk, daar is Maria Beeld. Daar moeten we naartoe. Ja, mag ik dat op de fiets doen? Kom je wel terug? Ja, natuurlijk kom ik terug. Ja, is chill. Kan ik gewoon op de fiets gaan, toch? Ik weet even niet hoeveel punten ik heb, maar we gaan nu naar het Maria Beeld van Volendam. Dat is ook 10 punten waard. Let's go. Ik denk dat dit water een stukje kouder is dan het zwembad. Oh ja. Oh ja. Hallo, mensen thuis. Lekker zwemmen. Tada. Zo. 20 punten in de pocket. Huts. En weer door. Yes, ik heb een foto met Maria Beeld van Volendam. Ja! Zo, dat Maria Beeld is ver weg, jongen. Ik weet niet eens hoe ik daar kom, man. Meneer, heeft u champagne op de boot? Wil ik kijken, maar geef je weinig kans. Hier ga ik even kijken of hij champagne heeft. Ja, meneer heeft wat. Ja, dit is gewoon champagne, hè. Eerlijk is eerlijk. Ik heb gewoon champagne geregeld op een boot. En dat levert mij ook wederom weer 20 puntjes op. Wordt natuurlijk even een mooi poppetje bij. Ja, we moeten gaan. Ik moet die fiets terugbrengen. Was u bang dat ik uw fiets had? Nee, ik kon me zien. Oh, je kon me zien, gelukkig. Hoi, stop. Ik heb echt jullie hulp nodig. Ja. Ik moet naar het Maria Beeld van Volendam. Komen jullie uit Volendam? Zeker. Jullie weten niet waar het is. Nice. Kunnen jullie mij en mijn cameraman erheen brengen? Ik leid de weg wel. Oké, we hebben nog 25 minuten op de klok. Moeten we een tactische keuze gaan maken, kunnen een aantal dingen nog doen. Ik denk dat ik naar het centrum toe ga, want daar kan ik nog heel veel opdrachten doen. En die liggen wel dicht bij elkaar. Meneer, waar gaat u naartoe? Mag ik echt een heel klein rondje met u mee, want dan krijg ik punten. U hoeft maar alleen een rondje te rijden en varen weer terug. Ja, yes! I got it! Found it! Oké, snel. Pikkaatje maken. Dat is hem. Of haar eigenlijk, Maria Beeld. Oké, snel terug. Zing een liedje van de dijk op de dijk van Volendam. Dat is hier, hè? Dit is de dijk. Dat is de dijk van Volendam. Ja. Nou, top. Dan gaan we daarheen. Goeiedag. Wat is toevallig een kaasmeisje? Wil je wel lekker? Nee, dus. Nee. Oké, dankjewel. Ja, dit is wel top, hoor. Dit is wel echt service. Nou, onwijs bedankt. Vaar mee met een boot. 10 punten. Tjing! Ja, dit is hem hoor. Tempootje hoger. We gaan op zoek naar de kaasmakerij. Klompen, ik moet klompen hebben. Klompen zijn klompen. Mensen denken nou eigenlijk de grootste van mijn golf ben. 5 minuten, ga nu in. Ja, hier. Hey, top. Hey, goeiedag. Gezoen en kaasmeisje op de bank. Nee. Jij bent de kaasmeisje, ja. Hoppa, 20 punten. Een man weet niet wat hij mist. Als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist. Dat is een liedje van de dijk op de dijk in Volendam. 5 punten. Dat is niet veel, maar het is toch wat. Ja, de kaasfabriek. Hey, lieve schat. Mag ik alsjeblieft een kusje krijgen we op de bank? Nee, ik ga niet. Je gaat niet vreemd. Nee, je gaat niet vreemd. Nee. Mensen zijn toch niet meer monogam, nee. Joh, kom op. Hey. Nou, wat is dit nou? Waar is nog een kaasmarkt? Dit is het enige kaaswijsje hier in Volendam. Ja, dag. Ja, hier, nog een kaaswinkel. Nou, wat top. Ik moet zoen een kaaswijsje op de wang, krijg ik 20 punten. Ja, lekker. Komt-ie. 20 punten. Hallo.
Mag ik van u alsjeblieft een gratis visje? Ja? Yes. Ga op de foto met 10 toeristen. Nou, dat moet wel lukken. Nou, dat zijn er zeker meer dan 10. Helemaal top. Ontmoet een bekende Volendammer. Ben jij heel toevallig een bekende Volendammer? Ja. Yep. Nou, top. Dat heb ik je bij deze ontmoet. Nou, dat zijn 50 punten hoor. Dank u wel, heerlijk. Nou, bij deze een bekende Volendammer. Hij heeft ooit meegedaan aan een tv-programma. Dan ben je bekend. Zo, fijne dag nog. Fijne dag nog. Is dit een bekende Volendammer? Telt dit of niet? Ja, toch? Jongens, ik heb zojuist 5 minuten op Kloppen rondgelopen. Dus die dingen die horen weg. Alsjeblieft. Klopjes terug. Oh, oh, what the fuck. Ik val gewoon, ouwe. Zo, dat is echt de eerste keer met stuk dat ik vol op de grond jekker. Hele telefoon naar de kloten. Oh, fuck, joh. Oh. Oké. Fuck, ik heb net een nieuwe telefoon. Net, hij is weer stuk. Gewoon, serieus, ik heb deze 4 dagen. Hij is weer helemaal naar de get verdammen. Mooi, weer nog maar 7 minuten. We gaan nu haring eten. We gaan nu haring. Ik moet nog het Volendam-bord. Anders tellen die 50 punten sowieso niet. En ik wil nog het meer inspringen, het Markermeer. Ik wil hopen dat ik dat net red en dan heb ik echt genoeg gedaan. Nou, lekker hoor, heerlijk. Maar het is misschien het enige punt dat het verschil maakt. En misschien wel, hè. Oké dan, voor de 50 punten. Daar gaan we. Oké, door. Mariabeeld. Nou, ja, oké, dankjewel. Dan hebben we Maria binnen. Oké, Famos. Fuck, ja. Daar gaan we dan. Ah, nee. We zijn er. Ah. Oh. Oh. Huppakee. Oh, let's go. Bam. Nog meer punten. Hoeveel was je daar? 20 of zo? Helemaal top. Nou jongens, de tijd zit erop. Ik heb goed mijn best gedaan. Maar of het voldoende is? I don't know. Maar welkom in Volendam. Ik vond het leuk. Nou, hoe is het gegaan? Nou, niet zo goed. Niet zo goed? Lul niet. Nee, ik denk... Nee. Ja, dit lul je. Jongen, ik verlies altijd. Fucking veel punten. Ik ben benieuwd. Ik vond het leuk in ieder geval. Volendam hebben onveilig gemaakt. Ja. Ik heb 175 punten. 175? Ja, daar ga ik al. Goed, ik heb 180 punten. Ah, oké, okay, top. Ja. Hoeveel heb jij er? 131. Het is ook gewoon een 16e streepje. Ik heb hier wel even zin in. Klaar voor? Nee. Ik wel, komt ie. Oh god. Dat was een beer. Oh. Nou kijk eens, hij staat erop. Nou, het was weer een dag van succes. Ik denk dat we toch iets anders moeten gaan verzinnen, want aangezien ik elke keer verlies, is de spanning ook wel een beetje eraf. Maar, vond je dan wel een leuke video? Geef dan sowieso een duim omhoog. Laat in de comments weten wat jij graag een keer zou willen doen in Volendam. Ga naar onze website stuk.tv en voer daar jouw opdracht in. En weet, voeg me dan wel een keertje voor je uit. Check onze webshop en onze agenda ook even voor vette boekingen. Je kan ons volgen op social media, Facebook, Twitter en Instagram. En we zien jullie volgende week weer. Later.